GroenLinks is er niet blij mee, omdat de afspraak die nu gemaakt is, is toch weer een ondersteuning van verdere groei van Schiphol. Er is eerder afgesproken dat er voor de zogenaamde vierde baan, dat Schiphol daar beperkt gebruik van mag maken, maximaal 60 bewegingen per dag. En nu is dat verder opgehoogd naar 80 bewegingen per dag. En dat betekent dus dat met name op de niet-preferente banen, dus de niet-polderbanen, dat daar verdere groei mogelijk wordt voor Schiphol. En dat Amstelveen dus samen met Aalsmeer daar veel last van zou krijgen. Maar het totaal aantal vluchten wat ze mogen groeien is teruggebracht van 510 naar 500.000. Dat is de groei die Schiphol toegezegd is tot het jaar 2020. Mochten ze groeien, ze zitten nu ongeveer op 438.000 bewegingen per jaar. En dat mocht maar liefst groeien tot 510.000 in 2020. En dat is nu teruggebracht naar 500.000. Maar of dat in 2020 nog steeds het geval is, dat weten we natuurlijk niet. Het akkoord wat nu gesloten is vorige week betreft, denk ik dat we in de eerstvolgende commissie daar vragen over zullen stellen. Is het niet raar eigenlijk dat de wethouder van Amstelveen ons vertegenwoordigt aan de Alderstafel, maar dat raadsleden niet weten wat ze daar zitten vertellen? Nou, dat is best een aardige vraag, want de Alderstafel wordt nu vervangen door de nieuwe medezeggenschapsraad van Schiphol. Dus dat zijn weer nieuwe rondes, nieuwe kansen. Ook daarin is de wethouder de vertegenwoordiger van een aantal gemeentes en uiteraard ook onze gemeente. En het zou best goed zijn om in de raad eens te bespreken hoe we omgaan met de transparantie en de democratische vertegenwoordiging van ons.